Hallo, hier is Wendy. Vandaag heb ik voor jullie een hele mooie, handige, kostenbesparende tip. En die tip komt van mijn dochter. Ik was de giveaway bolletjes aan het inpakken voor Geertje, die met 2000 abonnees deze twee bolletjes heeft gewonnen. Ze heeft andere kleuren gekozen, maar het waren gelijkwaardige bolletjes. En met versturen dacht ik, ik wil het graag in een envelop. Dus ik had mijn gripzakje gepakt en dan duw ik en dan duw ik en dan blijft er altijd nog wel wat lucht in zitten. En mijn dochter zei, mam, ik heb een hele goede tip voor je. Wat die tip is en hoe je geld kan besparen, want dit heeft me 4,5 euro gescheeld aan verzendkosten. Blijf gauw kijken. Tot zo! Wat heb je nodig? Nou, je hebt natuurlijk je bolletjeswol, die willen we zo plat mogelijk maken. Daarvoor gebruiken we een gripzakje. Ik heb vierkante gripzakjes met een dubbele sluiting, zodat die echt mooi compact blijft. Want als je een te goedkope vorm neemt, gaat die nog wel eens los. Dus zorg dat je een goede kwaliteit gripzakje hebt en een rietje. Dat is alles wat je nodig hebt. En hoe gaat het in zijn werk? Dat laat ik in de volgende stap zien. Dus tot zo. Wat gaan we doen? We hebben de twee bolletjes in het zakje gestopt. Je doet het rietje aan één van de twee zijdes, wat jij makkelijk vindt, of rechts of links, dat maakt niet zo heel veel uit. Dan hou je hem hier vast en je maakt dat lijntje maak je even dicht. Je moet echt dat geklik horen, zodat je hoort dat hij helemaal gesield is, als het ware. Dan heb je dus hier alleen nog de ruimte over van je rietje. En de rest is dicht. Dan zorg je dat je al het meeste lucht eruit gehaald hebt. En dan ga ik even een beetje ruimte ertussen, want dan kan je heel goed zien wat er gebeurt. Als je een glaasje leeg drinkt, dat doe je nu dus ook. Alleen je haalt nu geen fris eruit, maar de lucht. Dus daar ga ik. Ik ga het geluid wel uitzetten, want het is niet makkelijk om te luisteren. Dus het geluid gaat eventjes uit, maar je kan wel zien wat er gebeurt. Dus daar gaat hij. Ik ga nu, net alsof ik een glaasje fris leeg drink, ga ik alle lucht eruit halen. Let op. Je ziet dat hij heel langzaamaan vacuüm trekt. Je hebt echt eventjes de moeite nodig. Ik zit nu niet in de goede hoek, omdat ik voor de camera natuurlijk moet filmen. Normaal gesproken heb je hem goed vast. En zorg dat je dat rietje ook een beetje begeleidt. Want hier zit nu, als ik hem nu loslaat, komt hier natuurlijk weer lucht doorheen. Moet je weer overnieuw beginnen. Dus als je tevreden bent, hij kan nog strakker hoor. Maar dat kan je dan zelf eventjes aanvoelen. Je weet nu wat de bedoeling is. Als je dus denkt, hij is goed genoeg. Dan ga ik even laten zien wat je dan doet. Ik ga hem nog even wat strakker maken, dus ik kom zo terug. Ik ben nu tevreden met het resultaat. Ik heb gezorgd dat ik mijn duim op dat rietje hou, zodat er geen lucht meer in komt. En nu doe je dus de volgende handeling. Je houdt het rietje nog steeds dicht, trekt hem eruit en dan hoor je gelijk onder je vinger knak knak. Dus dan is die gezielde lijn gelijk ook dicht, zodat er geen lucht meer in komt. En kijk eens. Je hebt een keurig gesield pakje, bijna geen lucht er meer in en je bolletje is gewoon met nou 2/3 verminderd, waardoor die in de brievenbus past en het dus goedkoper is om hem te verzenden. Dit was mijn tip. Ik ben mijn dochter heel erg dankbaar dat ze vandaag deze tip heeft gegeven en ik hoop dat het voor jullie ook ontzettend veel scheelt. En heb je deze methode gebruikt, laat dan eventjes hier een reactie achter dat het gelukt is en als je het filmpje wilt delen, heel erg graag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!